Het is een klein uur voor de start van 2K Gravel. Heb je er vooral zin in? Ja, dat wel. Hè. Het is weer iets anders voor ons in aanloop naar het crossseizoen. Volgende week beginnen we er al aan, dus de conditie zou toch al goed moeten zijn. Natuurlijk zijn we op dat uur cross gefocust en is vandaag 180 kilometer toch iets langer. Maar ik hoop toch zo lang mogelijk mee te gaan. Ben je dan nu al bezig met misschien minder risico's nemen? Vooraf wel, maar denk eens dat je in die wedstrijd zit, dan is het gewoon focus en proberen vooraan te zitten. Dan zit je sowieso wel iets minder in die gevarenzone. Dus denk dat we in de wedstrijd daar niet echt aan gaan denken. Start je ergens vooraan? Ja, ik denk dat ik op de eerste rij sta, dus dat is toch een kleine luxe. Ben je mee bereid om koers te maken of ga je gewoon in de wielen volgen en zo lang mogelijk blijven aanhaken? Goh, er zijn een beetje twee opties voor ons. Ofwel focus je echt op die cross en probeer het eerste uur, de eerste twee uur vol te gaan en weet je van de finale zal moeilijk worden. Ofwel probeer je gewoon stilletjes mee te rijden en toch ergens die finale te kleuren. Dus ik denk dat ik zal zien in het begin van de wedstrijd hoe dat eraan toe gaat en dan in de wedstrijd ergens wel mijn tactiek zal bepalen. Hoe goed ben je nu al? Denk qua interval en VO2 max zit het redelijk oké. Het zal nog te zien zijn qua echte basisuithouding of dat ik op een even hoog niveau ben als die echte World Tour renners. Maar qua interval zit het wel redelijk goed. Heb je een goede zomer gehad? Niks voor gehad? Een beetje kleine dingen. Ik denk dat iedereen af en toe wel eens ziek is, maar geen grote dingen. En denk dat de voorbereiding wel redelijk goed verlopen is voor mij. Kan je dan nu al vergelijken met vorig jaar? Waar je staat, of is dat echt wacht tot dan Beringen? Ja, dat wel. En ook veel hangt af ook van de concurrentie. Zijn ze al goed, zijn ze iets minder? Ik zeg het, je eigen vorm is niet echt belangrijk. Het zijn altijd de crossen die je wint die belangrijk zijn. Dus daar zal het toch veel van afhangen. Wat verwacht je van de concurrentie dit jaar? Thibaut Nijs misschien weer een jaartje ouder. Gaat dat veel verschil maken? Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje naar Thibaut kijkt. Maar goed, een Ronnaar heeft ook heel mooie dingen getoond. De Van de Put ook. En dat zijn eigenlijk ook namen om... die we mogen verwachten, denk ik, die weer een stap gaan maken. Dus ik denk dat er toch wel 3-4 renners alweer een stapje zullen gemaakt hebben. En dat dat toch wel interessant wordt voor de renners die al iets ouder zijn. Ja. Ik noem mezelf er niet graag bij, maar ik word toch 27, dus dat is al niet meer de jeugd. Hè. Vind je dat nog spannend? Ja, dat wel. Ik vind het ook wel tof. Het is nu eigenlijk niet meer echt aan mij om die opkomende man te zijn. Het is een beetje je plek verdedigen en proberen weer zoveel mogelijk overwinningen te halen. En dat is weer iets nieuws. Dat is ook wel een toffe uitdaging. Laatste vraag, ga je het seizoen op dezelfde manier indelen, zoveel mogelijk crossen rijden? Ik denk het wel op dit moment. Tenzij dat er echt iets gebeurt of een ziekte, maar ik denk dat dit wel een beetje de manier is waarop dat mijn seizoen indeel, zoals de laatste 5-6 jaar. Ik zie toch één vraagje. Wout en Mathieu hebben allebei wel eens getwijfeld over het veldrit te doen. Denk jij dat ze het nog gaan doen? Dat is een moeilijke vraag, dat is een beetje speculatie natuurlijk, maar denk gezien de blessure van Wout, denk dat hij misschien iets rapper gaat beginnen crossen om toch weer wat ritme op te doen. Misschien dat Mathieu iets minder crossen omdat hij wel een seizoen op de weg als wereldkampioen gehad heeft. Dus ik vind het moeilijk om als renner daar echt over te oordelen. Dankjewel, veel succes.